Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. We zijn hier weer samen om een video op te nemen. Het is een beetje een ander geluid dan anders, want de microfoon doet het om een of andere reden niet meer, dus ik moet dit gebruiken. Eventjes om op te nemen, dus hopelijk vind ik het alsnog een beetje goed. Wij gaan naar Star Stable, uiteraard. En waarom gaan we naar Star Stable, ouderje? Zeg het mij eens. Naar waar? Ja, ik denk dat ik eindelijk de juiste missie te pakken heb. Om naar de Gouden Heuvelvallei te mogen gaan. Dan gaan we nu zien. Dus gaan we even beginnen opnemen. Ik moet de ring al van graffiti. De graffiti gaan afkruisen, de ring halen. Dus ik denk dat dat al gebeurt. Ik moet ook naar Anastasia Silverglade nog eventjes gaan. En kijk, ik denk dat ik hier al moet een jobje doen. Wat moet ik allemaal doen? Ik ga moeten afstappen, zeker. Ik moet afstappen. Ah nee, oppakken. Wat heb je gedaan nu? Wat moet ik doen? Wat is er gebeurd eigenlijk? Moet ik nog iets doen eigenlijk? Ah nee, daar. Oeh! Ja, amai. Dat is blijkbaar meneer Kimball. Dat was een missie die heette een waarschuwing voor een dreiging. Oh ja, maar je moet 8 dingen schoonmaken. Oh, misschien moet ik dat hier nog afdrogen ook of wel. Nee. Ik weet niet wat ik allemaal moet doen. Ik sta ook niet aangeduid op de kaart. En de andere pistool, denk je? Net zijn 8 dingetjes. En ik heb hier een ander, een vuilniszak. Ah, maar ik heb dat afval daar waarschijnlijk in gedaan of zo. Ik ga eens even een andere piste gaan kijken. Maar hier zie ik niet direct iets. Het zijn er eerder blessure aan toe. Ach, dit zijn Zany Bears. Hallo Zany Bears! Oh, dat is hier ook vuil, ja. Ben jij daar? Oh, weet je. Het is inderdaad heel vuil wat ik hem gedaan heb. Voilà. Dus daar. Graffiti. 5 van 8. Kan ik daar niet tussen? Ja, ik kan niet tussen. Goed. Oké, graffiti poetsen. Schoonmaken. Lag daar nog veiligheid. Ik denk, nadat ik de ring al gekuist heb en dat ik naar Anastasia Silverglade geweest ben, dat ik ga mogen bij Conrad een sleutel maken en dat de sleutel gaat de deur openen naar de Gouden Heuvelvallei. Dus ik hoop dat dat vandaag kan, maar ik vrees er een beetje voor. Ben jij spannend? Ben ik klaar hier, toch? Ja, en oh ja, rij nog eens tegen iets. Het is de eerste keer vandaag. Oké. Wie moet ik nu naar de barones waarschijnlijk, of naar Tyra, want bij Tyra moest ik dingetjes gaan halen, de... Oeh. Waar is dat ik het moet gaan? Ja, dat gaat bij de barones zijn. Reni weer tegen van alles en nog wat. Waar zit jij? Ik ben achter. Je bent achter, dat is cool. Oh man, zeg, kom aan. Oh my god, het is iedere keer hetzelfde. Iedere keer als ik aan het opnemen ben. Gaat dit Tyra zijn? Ja, inderdaad, ziet er het naar uit. Ik zal het verkeerd aan het geven. Oké. Dus even hier bij Tyra. Dan een keer door achter het huisje. Dan moet ik een sprongetje doen. Ik ga een sprongetje doen. Hop. Ja, dat is bij Tyra, laat me zien. Dat ziet nu al. En jij? Ben je ook mijn elitisanertje? Nee, ja. Je bent... Ja, en je verandert.
Oké, we zijn jullie gezellig. Ik ben met mijn Lucy Tano. Ik heb ook een Lipizzaner gekocht en die ben ik aan het uitbrengen in 2010 nu. Onano. Ja. En we hebben een plan. Oh nee, het is maar morgen een plan. Ja, we zien wel hé. Misschien lukt het alsnog. Landon, in Landon daar iets mee te maken, maar nee, het is naar de gemeente dinges van Silverglade dat ik ga moeten gaan, van voordat ik die sleutel mag maken. Damn! Oké, we zien wel. Ik ga eventjes checken. Oké! Ja. Oké. Ik moet lachen, maar Aura eventjes aan het blazen worden, dat ze missies aan het doen, dat ze niet willen. Zij is bezig aan de missie, aan de missies bij Mario, daarboven, Noorderlink, zijn kabellift. Ik heb zoiets van, allee, doe dat echt eerst, want die kabellift is echt nodig. Want het is heel vervelend om de hele tijd zo naar boven te lopen. Dus zorg dat je die kabellift zo snel mogelijk hebt. Nee. Zombie paarden, het is zover. Maar ja, maar dat is ook leuk. Maar ik ga die missie doen voor jou. Zombie paarden versus graafmachine. Maar doe het, doe het. Vind iemand die geïnteresseerd is in polebending en kom erachter. Nee, ik moet gewoon naar Josh gaan. Ik moet eerst naar Josh gaan. Ja, of ze een exemplaar hebben van de zombie paarden polebending apocalypse. Ja, ga gewoon naar Josh. En Josh ga je naar daar sturen. En die ga je naar daar sturen. En het zal nog lang duren voordat je bij mevrouw Pine, hoe noemt ze je? Of Pike? Komt. Ja. Maar doen. Die race is nu nog niet. We gaan het klokje zetten. Ga maar. Ja, ondertussen gaan wij naar het winkelcentrum. Oké. Ja, die zombie-apocalypse, dat hoort erbij. Hè. Ik bedoel, hij weer een extra race dan straks. En erbij, dat duurt dan nog heel lang hoor, nog. Want we gaan er daar een tijdje niet meer van spreken. En dan plots ga je terug weer moeten gaan zoeken naar haar. Jorvik Winkelcentrum, kom aan, Anastasia. Ik wil naar de hangen van hé. Ik wil eigenlijk naar Epona, maar ja. Dat is nog twee levels verwijderd. Hebben jullie dat ook? Ik ben onlangs teruggestuurd geweest omdat ik in verboden gebied was. Maar dat was echt niet mijn bedoeling. Ik was sterren aan het zoeken. En ik kreeg onder mijn voeten omdat ik zo gezegd in verboden gebied mij bevond. Maar ik was gewoon ergens afgedonderd. Wel een beetje ambetant. Dus ik durf nu geen sterren meer zoeken. Omdat ik denk dat ik echt wel saboteer. Kom aan, Anastasia. Daar ben je liever. Kunnen we binnengaan en Latte Macchiato volhalen. Latte Macchiato. Ik wil dat ook een Latte Macchiato. Denk eraan dat het decafé moet zijn met sojamelk. Ja, kind. Heeft het kleine roze ding een naam? Oké, haal de koffie voor Anastasia. En, Oké. Ik moet een Latte Macchiato. Blablabla. Kom. En dan gewoon een goeie, hè. Geld. Ah ja, ik heb geld. Dank u. Dank u. Ja. Oh, maar Erik wil per se die koffer teruggeven aan Carl. Is hem zot. Oh. Liefje, laat hem. Ja, perfect. Dank u. Dank u. De Zeemansweg. 413. Oh, ik ga dat niet graag. Ik ben dat gisteren nog geweest voor jou commissies te doen, die rivierkreeften, happelepap. Jij moet het spel gaan zoeken, want ze zijn kwijt, hè. Maar dat gaat nog niet moeten doen, hoor. Gaat nog op 3-4 plaatsen, zeg je van neem dan een ander sturen. En als je de missie moet doen, moet je maar roepen, ik ga het schrik daaruit. Maar gelukkig, je hebt hem al bij mij gedaan. Maar ja, doe dan gewoon. Ik zit bij je, ik ga supporteren voor jou.
En erbij, maar je kent hem al. En je gaat de dingen gaan niet voelen te zien, maar je hebt hem al gedaan. Het is identiek dezelfde. Dus, kijk hoe dat ik hier zit. Verlaten 413, jongens. Ja. Staat dat hier. Een saaiste plek van de wereld, inderdaad. Ik moet even terug, want ik heb hier nogal druk, bla bla bla, wie weet. Au revoir, hallo. Heb je ooit zo'n zaak gepraat met Erik? Ja. Is dat echt weer heel tijd vandaag? Ja, Anastasia, salutjes. Kom aan, ik wil een sleutel van nu, maar nou nu, maar hey. Kom, Erik. Kom. De eigenaar van de hoed. Van welke hoed? Ja. Oké. Okay. Oh! Is dat met die sleutel? Ik heb een sleutel gevonden. Haha! Kijk, Erik, moet ik je volgen of wat moet ik doen? Ik heb het niet gelezen. Wat is Erik dan toen? Ik ga blijven kijken wat dat moet doen. Een aanwezig dat Karel hier woont, dat kan ik kijken. Hender? Ga ik je zeggen, ik heb daar een keer de sleutel gevonden. Kijk, nee. Ga toen, je hebt Dien haar boos, kijk hier. Kijk, nee. Dien gaat boos zijn op mij. Wat doe je? Waar is hier je weg? Look. Ja. Ja, ga iets laten van. Ga direct pakken. Misschien heb ik dat nu nodig, hè? Allee. Ik zie het nu niet. Draait dat bij ons. Geef iets laten van. Zie? Hopla. Een sleutel. Ik heb dat misschien nodig voor iets, hè? Kom maar, oké. Okay. Kom aan, Erik, zie jij hoe dat Karel zou kunnen wonen? Weet ik dat niet. Dan kun je echt overal gaan zoeken. Er is niks aan, duidelijk op mijn kaart. Of wel? Nee. Ah, waar is Erik nu naartoe? Is hij ergens binnen geschopt of wat? Zie hem niet. Raaah. Ah, hint, staat er een auto. Staat er een auto. Daar staat een auto. Ah, Erik moest je gevolgd hebben, vriend. Sorry. Ah, met de nummerplaat. Met de nummerplaat. Ja. Het is die nummerplaat. Ik heb wel die sleutel aangepikt. Het is de hoed van Mississippi Jones. Praat met mevrouw Morse over... Ja. Olympia, het is altijd van die stomme man. Medicine. Maar het is een stoten. Medicine man, eigenlijk wel een beetje stom. Nee. We moeten niet zo roken. Oh, dat is weer saai. Saai. Moet ook niet zo lang. Ja. Mocht ik dat niet gedaan hebben? Huh? Wat lief? Ja. Ik weet niet of ze daar zit, hè? Ah, had ze niet vinden, maar ze is opgekomen. Ik heb weer niet gelezen wat dat kan doen. Ah. Erik. Wat is dat zo? Ik kan niet zomaar binnenkomen van aankloppen. Ja, ja. Ik loop aan bij het pakhuis. Ja, maar dat is niet. Klop! Dat kan. Wat gaan ze daarin? Hoe lang gaat dat hier nog duren? Oh, die zeven. Koffer geven ze. Nou, vooruit dan. Je bent zo niet helemaal stom. Ze kan het gebouw binnen. Ah!
Monaco's, wat is dat dan? Of is het voor plek Olympia? Oh, ik ga moet niet Sengs doen, denk ik. Ik probeer iemand anders te vinden. Ik denk dat ik iets Engs ga moeten doen. Wat zit aan camera's? Dat zijn we zeker al gevonden, gezien. Welke plek is dat, jong? Wat is dit? 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 Al die paarden zijn daar! Ja! Wat doen ze? Testen nog die paardjes of wat? Zie je? Oei, waarom is dat alles plotseling? Ah, oké. Ja, Erik, zijn jullie naar een horloge te kijken? Zie je nu? Ah. Olympia, wat een Nightus. Open de kooi van net, Nightus. Kijk, we gaan ze bevrijden, hè. Ik heb daar een sleutel geschopt, hè. Dat ken je, je mocht schoppen. Ja. Dat zijn een vinsen en ook een schopje, ja. Oké. Okay. Gereedschap. Zoek iets. Wat, die sleutel? Kan ik met die sleutel niks doen? Nee. Ik moet daar iets gaan zoeken. Oké, hier. Chak. Kom maar. Wat is van jou? Waarom zal die paar niet opsloten? Wat betekent het allemaal? Ja, Erik, valt die neuro? Valt die? Oh, Erik toch? Komt iemand aan? Ja, het is handig. We zijn gezost, hè. Yes, dat. Karel en meneer Anweer zijn daar. Ze zien daar gewoon allemaal. Help! Van jou? Voor die race? Ah. Oh. Olympia, wat een verrassing, wil je het zien? Ja. luister naar het gesprek, ja. Anders wat, het spijt me, we hebben een probleem met dood in hun leven en fantasie. Ze verstopt zich eigenlijk, maar alleen, geloof je nu nog aan? Erik, alstublieft! Hoeveel dat die mensen hun eigen dochter niet in gevaar brengen, weet ik het niet, jongen. Dat is niet te doen. Geloof een keer je eigen dochter. Ah, geef de koffer aan Karel. Nee! Geef een... Kijk, dat zou ik wel geven aan Karel. Zo'n jok! Kijk dan hier tegen zijn gezicht en kijken. Jok! Alleen. Wat moet ik doen? Kart, portfolio. Hier, steek zijn neus. Nu? Je hebt in Floyd heel veel problemen, jij en dat meisje hebben broer, bla bla bla. Luister naar het gesprek. Nee, ik heb geen zin om te luisteren naar het gesprek. Over hebben en zoals ik al zei, koffer nu, spijgel, maar nu moet ik me gaan. Kom maar, Erik! Be a man! Ja, Nightus, zeg jij maar. Kom maar! Wil je zeggen dat je mijn dochter van een boot... Eindelijk! Eindelijk! Ja! Nee, ga maar. Kijk. Tja. Het is hetzelfde lek of dat. Van mij was dat zo niet. Oh my god! Het is veranderd, het is hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde. Ze zijn dat gewoon waarschijnlijk met een update een keer veranderd. Want de meeste dat ik moest doen was echt erg. En ik zie spuitmiddel een paard van de toekomst te maken. Ja, bla bla bla. Dit is helemaal niet, laat je toch verstaan. Dit kan niet legaal zijn, neemt Erik, het is niet legaal. Wat nu, echt, jongens. Haha, wanneer heb je voor de laatst iets legaals gedaan, Karel? Nee? Nooit. Hou je mond, kwaadaardige speech. Ja, kom op, Bries maar. Bries,
Zo te zien heeft Nightdust iets nodig, wat een tournatiet of wat. Kist de Nightdust. Oh, dat heb je nodig. Van ja, ja. Oh. Bries, Henk, Bries, ja, kan wel. En kijk naar de schroevendraaier in die hand, ja, tuurlijk, ziet? Schroevendraaier, ja. Kom op, hup, open. Open die deur. Henk, Bries, knop drukken. Oh-oh, jij hoort die spannende muziek niet, hè? Slaap dood! Ja, steer, kom aan! Ja! Sensatie! Sensatie, action, kom op! Ja, kom op, like this! Oeh, nee, spuit, wie moet er de spuit pakken? Jij! Ik heb het overleefd. Nee, tuurlijk, ik heb het overleefd. Het is belangrijk, van mij, toen ik die race moest doen, was die wel enger. Er was een veel grotere vlam naar de toestemming in. Voordat ik. Ja, ik ga je klaarhouden. Moet de injectiespuit nemen voordat meneer Anwer hem in handen krijgt. Oké. Okay. Go. Kom maar, hè. Je kost er al. Hoe heet hij hem of wat? Je was net te laat. Ik was niet te laat. Met een paar toet. Ren naar Erik. Ja. Erik, waar is Erik? Waarom moet ik naar Erik rennen? Kan er niet naar Erik rennen? Die oogjes! Maar zeg! Ren naar Erik. Ik ren naar Erik. Olympia, ik weet het dat we weg moeten. Kom aan. We gaan er vandoor. Ik geloof je dat we samenkomen. Ren de gang door. Ren de gang. Ren en niet omkijken. Oké. Oké. Ah. Wat is er? Wat zei je? Madison gaat zeggen dat ze Nightdust wil redden. Pieter, maar we gaan dat wel doen. Maar we moeten even... Ze is weer weg, zeker... Ah, nee. Nee, ja, maar dat komt goed. Weet je dat? Waarom heb je die sleutel dan gepikt? Zoek een plek om je te verstoppen. Waar kunnen we ons verstoppen? Hinter. Een plek om je te verstoppen voor dat tijd is. Ja! Oké. Okay. Oh my god, die spannende muziek! Ik kan misschien nog niet naar de Gouden Heuvel alleen, maar dit is spannend, hè? Oei, ik kan niet lezen, maar moet ik doen? 3 rennen, Madison! Trek de aandacht van de bewakers. Ik. Ren naar de gemarkeerde plekken om de aandacht van de meneer Anders handlangers te trekken. Als je een markering hebt bereikt, ligt het volgende punt op waar je naartoe moet rennen. Zorg dat Erik en Madison naar de veilige plek kunnen komen. Als de handlangers niet worden afgeleid, lopen Erik en Madison het risico dat ze worden ontdekt. Ja, geen stress hoor, no pressure. Oké, okay, let's go. Sneller. En nu? Of zag ik te dansen? What the hell? Ah ja, het is juist. Ze zijn daar weer eens, hè? Waar is de volgende markering? Daar. Oh my god, het is spannend! Yo, race! Dus ik sta weer te dansen. Ja! Oh! My god! Ik raam de rechten in de handen nu. Moet mij draaien, moet mij omdraaien nu. Let it down. Oh! Zijn je nu uit het oog verloren, maar lang zal het niet weer voordat ze je vinden. Oké. Nu moet je zo snel mogelijk naar Erik en Madison wenden, zodat jullie samen naar Eirene's Plaza kunnen gaan. Oké. Oh my god, het is spannend. Zo snel mogelijk naar onder rennen. Oh my god. Ja, oei. Pas op, meneer
Kom ik hier langs? Oh, mijn moment een keer omgedraaid, ben ik wel gejost. Waar is die? Draai niet makker. Draai niet. Die muziek is plotseling weg. Het is plotseling veel minder sensationeel. Kom! Banker. Kom op, vlug naar het Edienstplaza. Jatsen. Ja, we zijn weg. Oh my god. Edienstplaza. Waarom zijn we hier weer? Ja. Ik weet het, schatje. We moeten Night Dust wel zien. Ja. Oh. Praat met Erik. Ja. Maar we gaan ervoor kijken. Dat beloof ik. Ziet. Oh. Ziet, moest vroeger naar uw dochter geluisterd hebben. Oh. Oh, dat was ook bij jou. Oh, zo triest. Hè. Oh, die muziek. Je hoort die muziek niet. Oh. Oh my god. Ik hoop een hele grote zak haver voor hem. Oh. Snack, misschien kunnen we Nightus en ik jullie leren reden. Zo, dat gaan we ook zien. Oh. Oh, kom aan. Trouwens, alles goed komt, we gaan een plan maken om Nightus te redden. Niemand doet dit ongestraft mijn familie aan. Eindelijk, Erik, you have balls. Olympia is waarschijnlijk de beste dat we het rustig gaan doen en even op kracht komen. Het is voor iedereen een gekke dag nu. Ik snap dat Nightus zo snel mogelijk wil redden, maar daarvoor moeten we eerst een plan hebben. We staan een familie om hulp vragen, we staan altijd voor elkaar klaar. Ah ja, ze gaan allemaal aan, juist. Oké, bedankt voor alle hulp, Olympia. En Dada, ik kreeg een nieuw t-shirt als dank. Brilliant. Voor de rest van alle paarden zijn gered, mogen die niet meer weg. Dan neem contact op zodra ik mijn familie heb bereikt. Samen kunnen we de Zweedse lab sluiten. Hè, Olympia? Huh? We kunnen het direct doen. Papa, ik beloof dat je ons gaat aan Nightus redden. Kunnen gaan mensen, ik wil ook niet rusten met het paard. Wat doen die man is helemaal verkeerd. Olympia, ik wil het dat ik met een familie heb gepraat. Dit kunnen we nog een keer doen. Oké. Gouvernerschal. Olympia, je moet ook met ons meekomen. Haha, ik kan je wel zeggen, mijn dochter wil vragen. Hè? Andere paard die meer andere gevangen houdt. Oké, maar het stofje dat ik gekregen heb. Ja. Oei. Sorry. Ja, dat is het. Ik heb al die sleutel. In de haven gevonden, ik ben benieuwd wat je ermee kunt openen. Ik ook! Oké. Goed. Kom, we hebben geen tijd te verliezen, mensen. Ik pak de tram naar Gouvernerschal. Kom op meteen. Dan kunt u elk moment aankomen. Yay, we kunnen meteen naar Gouvernerschal. We gaan die missie kunnen afronden, denk ik. En kunnen we niet naar. Al de heuvelvallee, dan hebben we toch Nightus kunnen redden. Oh, dit komt te duur.